Dus alle vriendinnen die tegen mij zeiden, he's just not that into you. Wrong! Ik heb geen liefde. Wat? Ik hou niet van iemand. Maar hij heeft me erin geluisterd. Ja, mijn beste. Maar ik bedoel, ik ben niet op iemand verliefd. Oh, zo! Oké, yes. Het is me gelukt. Ik heb eindelijk Bart zover gekregen. Omdat het bijna Valentijn is. Om de boyfriend tag te gaan opnemen. De eerste keer dat ik dit aan hem vroeg, dat was volgens mij dat we in Amerika waren in maart. Dat was dus bijna een jaar geleden. Oké, vraag 1. Ik zit voor de tv. Waar kijk ik naar? Broken Mirror is die serie. Black Mirror. Oh, Black Mirror. Vraag 2. Nee, je hebt gewoon één vraag al fout nu. Nee, Black Mirror. Oké, we zijn uit eten. Wat voor dressing doet ze door de salade? Yoghurtdressing. Ik kan gewoon zeggen geen. Ja, het is wat voor dressing dus. Nou, ik zou zeggen geen. Noem iets wat ik niet lust. Jam. Inderdaad. Het heeft me ongeveer 1,5 jaar gekost, dat ik het wist. Oké, we zijn aan het eten. Wat bestel ik voor drinken? Cola. Goed zo. Als ze spullen zou verzamelen, wat zou dat dan zijn? Kleding. Dat doe ik al. Dat is niet ja. Als ik zou. Wat is mijn favoriete broodje? Een keizerbroodje. Oh, je neemt het zo letterlijk. Ik denk een broodje ei met spek en kaas. Ja. Laten we wel weet niet. Ik weet niet zo goed. Ik vind dat wel een moeilijke vraag. Als ik echt maar één, nog maar één broodje in mijn hele leven kon eten, dan was dat denk ik met pindakaas. Pindakaas? Heet pindakaas en hagelslag? Ja, echt pindakaas en hagelslag. Noem iets wat ik elke dag zou eten als het kon. Lasagne. Dat is niet waar. Oh, oké. Dat vind ik wel lekker, maar het is echt niet iets wat ik elke dag zou eten. Wat echt mijn lievelingseten is. Nou, wat zou je dan elke dag eten? Chocola. Van al, of elke kilo. Chocola. Ja. Wat is mijn favoriete ontbijtje? Groente-fruitshake. Sowieso een bak koffie. Hoort er ook bij. Dat is nog het belangrijkste ingrediënt. Oh, ja. Wat voor croissantje vind ik het allerlekkerst? Roomboter. Kaascroissantje. Denk gewoon even aan Spanje. Dat neem ik aan. Oh, chocoladecroissantje. Hoe kan ik dat nog vergeten? Waar ben ik geboren? In Amsterdam. Ah, ik weet. In Baarn. Je bakt een taart voor haar verjaardag. Wat is haar favoriet? Appeltaart. Ja, maar nee, er is eentje die er boven gaat. Ja. Er is eentje die ik lekkerder vind. Slagroomtaart. Ja. Maar dat is wel... Van de? Hema. Maar je zegt, je bakt een taart. Oké, ja. Van de Hema. Ja, oké, ik snap het. Ja, sorry. Wat voor sporten heeft ze allemaal gedaan? Paaldansen. Altijd komt als eerste toch. Coco dansen. Coco. Fitnessen. Yoga. Schermen. Even wie had verwacht dat ik je zou vergeten. Ja. Hoela hoepen? Nee, niet echt. Dat is niet echt. Echt alle sporten waar ik opgezeten heb, hè, moet je jullie noemen. Ja, niet alleen waar je opgezeten hebt. Dus je bent op skiën. Snowboarden vind ik ook wel een sport. En daar heb ik niet opgezeten. Of nee, heb je wel les gehad? Ja, ook wel les gehad. Ja. Paardrijden? Ja. Dat was een beetje. Ballet. Ja. Handbal heb ik ook nog opgezeten. Dat wist ik niet. Judo, maar daar werd ik weggepoeierd. De jongens gingen eerst voetballen en kreeg ik allemaal ballen op me gepoeierd. Dat heb ik laatst nog verteld. Oké, is dat allemaal iets voor mij. Yeah. Wat zou ze uren kunnen doen? Editen. Ja, tegenwoordig wel. Maar er is nog wel iets wat ik ook heel lang kan doen. Moeten we het erover hebben? Ja. Het is een uniek talent. Heel goed in opvoeden. Ah, je kan heel goed dansen. En dansen is wel een talent van je. Ja, finally, you can see it. Is het misschien nog even leuk in het kader van Valentijnsdag. Hoe lang kennen wij elkaar al? 4,5 jaar. We kennen elkaar langer volgens mij. Officieel gaan we nog 4,5 jaar met elkaar. 3,5 jaar. Nee, dan kennen we elkaar. 4,5 jaar. We kennen elkaar 4 jaar. En we gaan 3,5 jaar officieel met elkaar. Ja. En het eerste half jaar hebben we nooit iets gedaan.
De eerste anderhalf jaar. Bart was een echte player. Nee. Oké, Bart, waarom wil je dan een relatie, terwijl ik zo verliefd was? Omdat ik redelijk kort daarvoor uit een andere relatie kwam. Oh, en ik niet. Nee, ik was alleen maar getrouwd en geweest. En 12 jaar was ik samen geweest met iemand. Ik kwam net uit een andere relatie. En ik had zoiets, als ik er nu voor ga, dan ga ik er ook echt voor. En dan wil ik gewoon hier goed over nadenken. En daarbij heb je ook een dochtertje. Toen heb ik officieel gevraagd van op een gegeven moment, geef me een maand bedenktijd. Ik wil er even goed over nadenken en mezelf voorbereiden op die nieuwe fase. Dat ik 100% voor jou kan gaan. En geef me een maand bedenktijd. En toen heb ik na een maand heb ik ja gezegd. En dat is het allerbeste besluit ooit geweest. En daar. Dus alle vriendinnen die tegen mij zeiden, he's just not that into you. Wrong! Alle vrouwen die denken dat een man een player is, als die man niet meteen een relatie wilt, bij deze. Het kan altijd nog wat worden, indien jij een heel leuk persoon bent, die vooral, conclusie van alles, vooral ten eerste van zichzelf houdt. Want pas op het moment dat ik echt van mezelf hield eigenlijk, dat ik voor mezelf koos, zei ik tegen Bart, nu wordt het tijd om echt een keuze te maken. En dat was eigenlijk het moment dat er ook echt eindelijk knopen doorgehakt werden. En dat was eigenlijk vooral vanwege een situatie in mijn eigen leven die me heeft doen nadenken van nu is het tijd om voor jezelf te kiezen. En dat heeft niks te maken met hem. Maar gewoon puur om hoe ik zelf toen in het leven stond. Ja, en je moet jezelf eerst volledig kunnen accepteren. Ja. En conclusie, je moet niet altijd alles geloven wat iedereen tegen je zegt. Mensen zeiden tegen jou dat ik een player was en dat ik dan nooit zou kunnen winnen. Maar op een gegeven moment kom je in een fase dat je dat wel wilt. Tenminste, ik kwam in die fase. Happy, happy.